De samenleving zal strakker en beter geïnformeerd worden over het traject dat is ingezet rond de onderwijsvernieuwingen. Dit gaf onderwijsminister Henry Ory vandaag aan tijdens een persmoment op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De bewindsman stelt dat het vernieuwingstraject is omschreven in een vastgesteld document. We hebben het vernieuwingstraject beschreven in een vastgestelde document. En we gaan de drie wetten komende maand naar het parlement brengen om alles te laten zien hoe die bekrachtiging plaatsvindt voor die onderwijsvernieuwing. Nogmaals, de onderwijsvernieuwing houdt dat we een 10-jarige basisonderwijs gaan krijgen, waarbij kleuteronderwijs 2 jaar geïntegreerd is samen met de 6 jaren voor lager onderwijs en een bovenbouw, dat zijn de eerste 2 jaren van MULO, worden aangevuld. En dat traject is een 10-jarig traject waar de jonge kinderen nu gaan doorlopen vanaf een jaar of 4. En dat willen we dus duidelijk houden. Het heeft te maken met de vernieuwing in het curriculum, dus de inhouden van de vakken en wat ze allemaal leren in de verschillende 10 jaren. Ory geeft verder aan dat er binnen de onderwijsvernieuwingen veel aandacht besteed zal worden aan het kind. Hij benadrukt dat dit alles te maken heeft met een onderwijskundige ingreep. Dat betekent veel meer differentiatie en een zorgbeleid zoals het mooi te heten voor het kind. En belangrijk is dat wij vandaag een campagne start gaan maken met een extra element om ouders, leerkrachten, schoolleiders, maar ook de totale samenleving breder en strakker te informeren over de stappen die we gezet hebben al en wat we allemaal nog gaan doen om deze onderwijsvernieuwing zwaar te verankeren in deze samenleving. Directeur Algemeen Vormend Onderwijs Helima Poese zegt dat er heel veel vragen zijn vanuit de kant van de ouders. Het ministerie heeft daarom ervoor gekozen om een social media campagne op touw te zetten om te helpen met de informatiestroom naar de gemeenschap.